Bonjour, monsieur Dupont. Sorry. Hey. Hallo. Komt u verder? Ja, dank je. Zou je me nog heel even die betalen? Ja. Yes. Oh, wow. Mooi. Koffie of thee? Heeft u misschien wat anders? Nee. Groene thee graag. Dat heb ik niet. Zwarte thee ook goed? Ja hoor. Hoe lang doet u dit werk al? 46 jaar. 46 jaar? Ja. God, als ik iets zo lang zou kunnen volhouden. Dank je wel. Nou ja, het werkt wel, want het is echt super mooi. Maar... Dank u. Maar wat had u in gedachten? Oh ja, ik ben op zoek naar een ketting en het gaat om de 40-jarige bruiloft van mijn ouders. En die gaat door in Frankrijk. Waar komt u eigenlijk vandaan? Bergerac, in de Dordogne. Dordogne, oh oui. Zo'n mooi accent. Nou ja, nee, die bruiloft dus. En daarvoor zoek ik dus een ketting die gaat op een van deze jurken. Even kijken of ik... Oké, nou ik had deze meegenomen. Een soort meer gala-idee, deze. Of... Juist misschien dit, dat is iets gewoner, weet je wel. Zoiets. Zo, op een diepe V aan de voorkant. Of juist met dit idee. Een rode, femme fatale idee. Wat gaat het beste, denk ik? Wat werkt het beste? Ja, mevrouw, dat moet u toch zelf beslissen. Als u eruit bent, dan kunt u dat aan mij doorgeven. Dan kan ik een paar schetsen maken. En dan kunnen we een nieuwe afspraak maken. Is dat in orde? Ja. Ja, nee. Oké. Ja. Nou, hartelijk dank. En dan ik bel u. Ja. En dan ik kom er nu zelf al uit. Ja, dus tot snel. Ja. Hartelijk dank. Dag. Goedendag. Dag, meneer Alain. Hallo. Hoi. Komt u wel. Dank je. Nou, op basis van de jurk die jij hebt aangegeven, heb ik twee schetsen gemaakt. Deze is in wit goud uitgevoerd. Uh-huh. En deze is helemaal in zilver. Oké. Okay. Dus, een beetje klassiek? Ja, dat is een keuze. Ja. Nee, ik vind dit te strak, die lijn. Nee, ik vind dit wel echt mooi. Dit is wel een leuk patroon op zich. Alleen, ja, ik weet niet, zeg maar in zijn geheel of dat dan, hoe lang dat komt of... Ik zou dat eens moeten zien, eigenlijk. Nou, ik kan natuurlijk een prototype maken. Dat we dan een nieuwe afspraak maken om te kijken hoe het valt. Ik kan het maar verpassen. Ja, is dat dan? Oké, okay. Ja, doen we dat. Dan komen we nog een keer langs. Oh, nou. Heb je deze net gelezen? Ja. Ik heb in de 80e jaren zag ik de uitvoering in Parijs. Echt? Ja. In het Frans natuurlijk. Ja, ik heb hem alleen in het Nederlands gelezen, maar ik vond hem zo vet. Dat is een absurdistisch verhaal, maar... Ja, best indrukwekkend. Heb jij dan ook de gedaanteverwisseling gelezen van Kafka? Moet je echt doen. Als je deze leuk vindt, die is echt heel tof. Tot de volgende snel. Keer. Doei. Toen hebben we hem uiteindelijk na een week teruggevonden. Ja. Gelukkig maar. Ja. Heb jij nog genoeg thee? Ja hoor. Ja. Hey, dat prototype, daar kwam ik toch voor? Ja. Kijk, Okay. Kijk maar wat je ervan vindt. Maar waar woon je nu ergens? Hier niet zo ver vandaan. Weet je waar de Money You Go zit? Ja. Nou, daar precies achter. Okay. Hoe zijn je ouders eigenlijk in Frankrijk terechtgekomen? Oh, nou, ze waren gewoon altijd al ontzettende francofielen. En toen ze ineens de kans hadden, toen zijn ze meteen vertrokken naar Frankrijk. En waar precies? Waar wonen ze? In Nanterre, in Parijs. En? Wat vind je? Ja, het staat je prachtig. Ja. Maar jij moet het dragen. Dus wat vind jij? Ja. Thank you.
Sapje. Ja. Santé? Ja. En? Ja, het is gelukt. Oké. Hij is klaar. Nee, helemaal niet. Noir blanc et toutes les couleurs entre deux. Mag ik? Heb je hem? Bijna.